naam is Robin en ik ben samen met een hele gezellige groep van Willy Wereldpark Hemelrijk. We zijn vandaag in Toverland Halloween Night. En natuurlijk Halloween Days. We zien het vanzelf wel. Let's go! Nou, we zijn net in de boosterbike geweest. We gaan nu naar... Ik weet eigenlijk nog niet waar, dus daar zien jullie zo wel. Welkom op Wervelwind. En daar hadden we de foto al in. Daar beneden, hè? Daar zit de foto op. Ja, dat is een kutplek, hè? Ja, dat vind ik echt saai. Naar de volgende attractie. Waarschijnlijk zal het Phoenix worden ofzo. We blijven dit vette einde de schoonheid. Niet waard, natuurlijk. Maar ja, dat had ik ook wel, omdat het niet waard was. Woo!
tickets voor je volk. Wij gaan nu in Dollhouse. Heb je er een beetje zin in? Ja, mooi ding, mooi ding. Ik heb er heel veel zin in. De rest staat allemaal al in de rij, dus let's go. Ik kom net uit Dollhouse. Wat een vet huis weer. Ik heb niet heel veel scares gehad, maar hij blijft vet. Hij blijft leuk. Als je hem al een keer eerder hebt, heb je hem niet per se te doen. Maar hij is wel leuk. De laatste scare schrok ik wel van. Want ze zetten in één keer de plaat onder mijn voeten aan die draaischijf. Helemaal aan het einde van het spookhuis. Daar schrok ik wel rotverdomme van, want ik ging bijna op mijn bek. En door. Nou, het is dadelijk tijd voor de parade en een stukje intro show. Ik hoop dat jullie dadelijk goed kunnen zien, want ik weet niet precies hoe goed deze kamer reageert op donkere dingen en zo. Dus ik ben heel benieuwd. Veel kijkplezier. Let's go. Countless years we have been detained inside this safe.
waiting for this moment. Finally, it's time to show what we are capable of. My power is too strong to keep contained. Be prepared to discover your own fear. I am summoning Morgana's frozen knights.
for Now You're Mine. Ik ben zeer benieuwd naar Now You're Mine. Maar dan gaan we vanzelf zien hoe ik het vind. Let's go. Wat een top spookhuis hier, hoor. Zeker het doen waard. 7,50. En ik vind het beter als sommige Walibische spookhuizen voor rond dezelfde prijs. Dus kom vooral hier naar Toverland volgend jaar, want dit is de laatste avond alweer. Op naar het volgende spookhuis. Lekker donker, maar dit is Shadows of the Sea. Tijd voor Trapped! Een van de leukste spookhuizen qua kettingzagen spookhuizen van Nederland, naar mijn mening. Nou, dat was Trapped, waar wij de eerste 10 minuten op hetzelfde stuk waren. Maar alsnog een super vet spookhuis, zeker het doen waard. En dan gaan we door naar het volgende alweer. Ik weet nog niet wat, maar dan zien jullie zo. Het lijkt bijna op de zone dat je geëvacueerd is. Zien jullie scherkers? Piratengebied, weet je wel. Ja. Daar waren er ook geen. Volgens mij zijn ze allemaal... Piraten? Dat denk ik. Die waren stom, hè? Piraten daar. Met een tunneltje waar zo'n geluid uit komt, weet je wel. Die, ja? Waar ben je daar net nog heen gelopen? Ja, wij waren verkeerd. Ook mooi al die pompoenen hier, hoor, hè? Deze acteurs zijn allemaal weer terug, wat stom. Ja, net waren alle scherzones en zooi geëvacueerd door een veel te harde regen. Maar ze zijn allemaal weer terug. Het feestje kan weer los hier bij Fiesta de los Mertos. Het ruikt hier ook voor mooie kast, hè? Zag je ook wat daar gebeurde? Nou, tijd voor Fear the Woods. Let's go! Holy fucking shit! Fear the Woods is wel vet. Hij heeft een hoop vernieuwd. En ja, ik vind hem, vond hem wel vet. Zeker het doen waard. Niet super eng, maar de storytelling is weer goed. En het verhaal is weer aan. We gaan toch naar Maison de la Magie. Let's go! Blijven zitten. Oh, wat een leerwijn op het feit dat we niet is toegestaan om uw stem te verhelpen tijdens ons. Dit zal geesten uit andere dimensies worden. Goed dan. Dan zijn we weer klaar. Niet afluiten, vinden mensen niet leuk, hè? Ik zat even dat de Witches Floor zat, ik kon even Hij is ook wel cool. Dat is mooi. Lekker met jezelf. Ik zei zo mooi, het is koud. Hij is ook koud. Dus daarom moet ik hem niet voor de beste bedoelen. Hij is ook koud. Het is koud. Wat gaan we nou van het koud? Ja, als die bijna hier omheen zijn, ook goed. Serieus? Ja. Alle heel veel mensen hebben dit al opgekocht, zoals ze altijd gebruiken. En die huis staat op de... Dat is gewoon een koeienstal. Dat is 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 een koeienstal. D
Hier gaat het richting Bosch. Ja, dat is een loze. Hier gaat het richting. Ja. Maar je ziet, hoor dat dan toegestaan snelheid, hè? Het wordt echt fucking koud. Ja, echt, ja, voor die mensen staat het gek. Ik heb niet, ik moet nog een kwart voor 9 euro staan. Hij staat ook voor eentje daar, hè? Dat is zo goed. Ja, je moet je toch niet mee. Ja. Ik weet niet of het mee kan doen. Hij kan zo graag hier winnen als hij wil. Ja, want hij zat leuk bij doen. Ja, zeker. Ja, neem al voor, eigenlijk alleen voor. Nou, dat was mijn zon. Ik zal zo even, als ik thuis ben, jullie erop updaten hoe ik hem vond. Of misschien nog dadelijk in het park. Let's go. Ik zie alweer het vuurwerk. Shitzooi. Dat is nou echt heel jammer. Het is jammer dat ze deze muziek niet ook gewoon hebben omgezet naar showmuziek. Kom maar gewoon met mijn telefoon, dan vinden we het zo wel. Dat de Knights ook al aan het kijken zijn. Zo, ik ben weer thuis. En wat was het toch een gezellige avond. Ik had jullie nog een paar reviews beloofd. Dus hier komen ze. De laatste spookhuis wat ik heb gehad was Witches Force. Wat was die weer geweldig. Holy dang. Zeker het doen waard. Een scare vind ik altijd zo mooi. Die gebruikt waar heb je ook veel, vaak de bungee scare. Ja, dat. Zeker het doen waard. Ik ga vooral even naar Toverland voor... Niet alleen die scare natuurlijk, ook voor de andere dingen. Maar die was zeker vet weer om te zien. Dan nog even terug naar Maison de la Magie. Wat is dat ook nog steeds een fantastisch spookhuis. Ook zeker het doen waard. Ja.
Hij is net even iets duurder als de rest van spookhuizen, behalve Now Your Mind en Maison zijn even duur. Die zijn allebei 7 euro, maar die zijn ook iets langer vaak en hoge kwaliteit. Maar ja, hij is wel vet hoor. Wil ik er spoilers over geven? Nou, ze zijn vast al oud hè, maar dus een kleine spoiler alert. Sowieso van deze hele video spoiler alert. Ja, Maison is wel geweldig. Het is een spookhuis waar je eigenlijk al redelijk meer dat ze je proberen op te splitsen. Dat was bij onze groep omdat wij een redelijk grote groep hadden ook zeker gelukt. Alleen helaas kwamen we al redelijk snel weer bij elkaar. Dus dat vond ik wel weer jammer. Maar de set design en alles is gewoon mooi. Ja, het is in een oude schuur eigenlijk. Ik weet niet of het een koeienschuur is of een schuur het precies is, maar het is een oude schuur. En ja, het is gewoon een mooi gebeuren daar ook. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Deel, like, abonneer en tot de volgende keer maar weer. De Toverland Halloween Nights waren weer geweldig. Tot volgend jaar. Ja.